Morning! Ene laatste dag yoga teacher training. Wat? Moet je kijken, het is volle maan, joh. En het wordt net ochtend, dus op zich wel vrij bijzonder om te zien. Het is een beetje net als Pokémon spelen. Ken je dat van vroeger? Dan was je heel sterk geworden en dan kwam je een nieuwe baas tegen en dan versloeg je je meteen en dan moest je weer terug om weer nog sterker te worden. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Elke keer als je een nieuwe houding leert, dan kan je misschien net of misschien één keertje en dan moet je elke keer toch weer terug naar het begin om er weer beter in te worden. Oh, het is echt een patroon. Vorige week was ik toch zo aan het flippen, van maandag tot met woensdag. Voelde ik me gewoon helemaal rot. En aan het einde van woensdag was ik hem dus helemaal geflipt. En was ik op donderdag niet gekomen. Nou, Roberto is sinds maandag bezig. Echt, je ziet hem de hele tijd, zie je hem rondrennen. Hij kan niet stilzitten in meditatie. Hij heeft overal pijn. Hij kan geen... Asana sessies heeft hij overgeslagen. En nu zegt hij dus van... Ik kom vanmiddag niet. Ik ga even uitrusten. Ik zeg... Het is een patroon. Eerst ik, dan Roberto. Volgende week is het Luna's beurt. En Luna die zei, ja, maar volgende week zijn we klaar. Zeg ik, ja, maakt niet uit. Volgende week is het jouw beurt. Let maar op. Food. Deze pudding, deze, is echt zo lekker. En weet je wat het is? Het is niet eens dat Saji iets doet of zo. Je voelt gewoon met de dag de donderwolken groter in je worden. Het is echt zo'n sombere bui die alleen maar groter en groter wordt. En hij hoeft alleen maar dit te doen. En dan ben je dus disturbed en pissed off. Dus ik vind het echt bikkel hoor. Want Roberto die is vanochtend wel gewoon gekomen. Dat kon ik vorige week niet eens aan. Luna gebruikt wodka tijdens les. Hoe minder je nadenkt, hoe meer je kan stretchen natuurlijk. En zij vindt dat wodka haar hier heel erg bij kan helpen. Right? Rum. Oh, oké. I thought it was wodka. Ja. Voor you guys. Ja. Ah, oké. Nee, een grapje. Er zit gewoon water in. Alleen Saatje zit de hele tijd te vertellen hoe slecht plastic is. En dat zeg maar als die fles opwarmt, dat er allemaal giftige stoffen in je water vrijkomen. En lalala. Dus Luna heeft nu een glazen fles. Dat schijnt dan gezonder te zijn, maar het ziet er wel dubieus uit. Ik heb hier trouwens nog een heel grappig verhaal over. Mijn vader, die vond dus het Bavaria flesje met zeg maar die dop die je erop en eraf kan klippen. Dat vond hij wel een heel handig flesje voor koffie. Dus wat deed hij nou 's ochtends? Daar deed hij dus koffie in. En dan ging die rijden naar werk. Maar wat zie je dan als buitenstaander? Iemand die lekker flesje bier in de auto zit te drinken. Dus op een gegeven moment werd hij aangehouden door een politieagent. Die zei, ja meneer, u heeft daar een bierflesje. En mijn vader zei, ja dat klopt, er zit koffie in. Dus de politieagent ruiken. Er zat inderdaad dus gewoon koffie in. Ook een leuk grapje. Mocht je een keertje iemand willen pranken. Steek een duimpje op als je net zo'n toffe vader hebt. En mocht je nog zulke gekke verhalen over vaders hebben. Laat ze achter in de comments. Saji is een challenge aan het doen. Hoeveel houdingen hij in 8 minuten kan doen. Elke 30 seconden een andere houding. Wauw. That was maybe, no, well, that was not even 30 seconds. Maybe 1 minute. Maybe 1 minute. In 1 minuut heeft hij de hele les gedaan. Alle houdingen. Saji is echt de beste leraar die ik ooit had kunnen krijgen. Ik hoorde echt lelijke verhalen van hem. Dat heel veel yogaleraren in de wereld gewoon jaloers zijn op hun leerlingen en ze expres klein houden. Hij had bijvoorbeeld een leraar, echt een wereldberoemde leraar. En hij was gewoon vol passie zijn yoga practice aan het oefenen. En op een gegeven moment toen kon hij zeg maar zijn benen in zijn nek leggen en plus zeg maar met zijn arm zo naar achteren grijpen. En toen kwam die leraar op een gegeven moment... kwam die binnen, was hij wat eerder opgestaan. En Saatje stond ook altijd eerder op dan zijn leraar. En toen zag hij dat dus. Heeft hij dus een reden verzonnen om Saatje weg te laten sturen. Gewoon dat Saatje beter dan hem was. Bovendien, wij krijgen hier zeg maar de basic stretches. Plus ook nog de basic postures. En ook nog advanced postures. Houdingen. In andere scholen maken ze daar dus allemaal aparte workshops van. Dus dan krijg je een maand lang de basic stretches en een maand lang de basic postures. En dan weer moet je vet veel geld betalen voor advanced.
ik ben zo dankbaar en zo, ja, gewoon blij dat ik op precies de juiste plek ben uitgekomen voor mij. Van wat ik moest leren en wat ik wilde leren. Shanti Yoga School in Kochi. Wacht even, ik ga even zijn website laten zien. Dat is hier. www.shantiyoga.in. Ik heb mijn lens niet in. Hey Lassie. Hey Lassie. Hey schatje. Hello my yoga friends. I will focus on you. Focus on us. Tomorrow last day. How do you feel? What are your emotions? No emotion. Illusion. You're an enlightened woman. No ego, no emotion. Oh, Roberto, show us the steady smile. He's so cute. Wow. We zijn een mini kitten tegengekomen. Zelfs de oogjes zitten nog dicht. We raken hem niet aan. No worries. Want anders wil de mama haar of hem misschien niet meer voeren. Oh, ik kan nou. En omdat die oogjes dicht zitten, zei Robert toch echt... Oh, kijk, het is een Japanse kat. Het is een Japanse kat. It's so adorable. Can you say it again? Japanese. Even een teentje doen bij Roberto's guesthouse met de eigenaar en Luna. Ik droom al sinds vanmiddag over die chocoladekoekjes en Roberto zei net van, ja, ik heb zin in iets zoet. Ik ook. Hij zegt, kom, we gaan halen. En we zijn echt allebei zo, ja, yeah, ja. Yeah. Roberto, how excited are you about the sweets? Burning. Wie kent nog dat R. Kelly liedje? My mind, of is het van R. Kelly? My mind's telling me no, but my body... My body, lol. Roberto, show me what you have. What is it? Fantastic. Ik ga weer veel te laat slapen, 10:30. Nou, echt waar, het was zo crazy. Mijn hoofd had gewoon net zo goed op mijn schouders kunnen rollen. Zo erg flipte ik. Morgen de laatste dag yoga teacher training.